Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe extra video. Vandaag heb ik voor jullie een herfstshoplog, want ik heb dus weer wat leuke dingetjes mogen ontvangen. Ik heb wat leuke items zelf gekocht, dus ik dacht hoe leuk is het om daar een gehele shoplog van te maken. Ook heb ik van een van de merken een kortingscode voor jullie gekregen, wat jullie denk ik heel erg leuk gaan vinden. Dus blijf zeker kijken om te weten van welk merk die kortingscode is. Heb je nou heel veel zin in deze video, doe dan alvast het duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen. Ik ga maar beginnen met Naked. Want daar heb ik dus een aantal leuke items van mogen ontvangen. Heb ik ook allemaal al gepast en een beetje aangehad. Dus daar kan ik ook wat meer over vertellen. Dus dat is misschien wel leuk. We gaan beginnen met een paar schoenen. Ik heb eigenlijk nog nooit een paar schoenen bij Naked uitgezocht. Maar ik zag deze en ik wilde ze zo graag hebben. Dus die heb ik gekozen. En dat zijn namelijk deze Chelsea boots. Je ziet de laatste tijd echt super veel van die soort van die biker boots. En van die Chelsea boots. En ik vind de trend echt heel erg leuk. Een tijdje geleden was die trend natuurlijk al. Een jaartje of twee, drie geleden. Maar hij is weer terug. En ik heb dus deze van Naked. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ze hebben ze dus ook in het beige. Dan is dit, het leer is van beige. En dan dit is gewoon wel zwart. En de zool is dan ook zwart. Maar ik vond zelf persoonlijk deze zwarte heel erg leuk. Ik heb ze in een maatje 36. Dat is gewoon mijn eigen maat. Ik heb altijd maat 36. Zoals ik al zei, had ik dus nog nooit eerder schoenen van Naked. Maar ik vind ze echt best wel prima lopen. Ik had wel, toen ik er iets lang op had gelopen, een paar blaren. Maar die zijn ondertussen al weg. Maar ja, ik ben echt heel erg blij met deze schoen. Ik had er ook een foto mee op mijn Instagram gezet. En er ligt er allemaal leuke reacties op. Dus ik ben echt heel erg blij met deze. Eindelijk weer een paar leuke zwarte laarsjes. Dan heb ik van Naked een jas uitgekozen. En dit is echt oprecht mijn nieuwe lievelingsjas. Hij is zo mooi. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is dus een beetje zo'n, ja, oversized trenchcoat idee. Alleen is het dan in een grijze kleur. En het is dus volgens mij een wollen jas. Ik heb hem in een maatje 34. Ik vind hem best wel groot vallen voor een 34. Ik zeg het wel vaker, maar ik vind dat Naked gewoon best wel groot valt. Dus ik adviseer eigenlijk altijd een maatje kleiner. Heb ik nu ook gedaan. Hij is alsnog best wel groot, maar is wel mooi groot. Hij is niet te groot, zeg maar. Dus ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. In de aanbeelden kan je denk ik wat beter zien hoe die eruit ziet. Ik heb hem ook al een paar keer gedragen. Hij is best wel warm. Hij heeft alleen best wel een lage V. Dus bij je nek kan het best wel koud zijn. Dat kun je natuurlijk gewoon leuk combineren met een sjaal. Maar dat is deze. En deze hebben ze ook nog in het zwart en in het beige volgens mij. Even kijken hoor. Ja, ze hebben hem ook nog in het beige en in het zwart. Maar ik vond de grijs wel een keertje heel erg mooi. Omdat ik de laatste tijd alles in het beige heb. Dacht ik, laat een keertje grijs doen. En deze is €102. Dan deze jas. En ik ben zo verliefd op deze jas. Ik weet, ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Zoals ik zei, ik heb een 34 en kijk, hij is best wel groot. Ik zal echt een maatje kleiner adviseren dan dat je normaal hebt. Maar ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Ik denk de volgende keer als ik weer wat dingetjes bij Naked mag uitzoeken. En ze hebben de zwarte en de beige. Dan ga ik zeker nog eentje ervan kiezen. Ik vind die zakken ook leuk. Dat het zeg maar echt een soort van zakken zijn. En niet met zo'n flap er nog overheen. Bij mij komt hij ongeveer tot aan mijn knieholte. En mijn armen zijn, ja, een beetje lang. Je ziet alleen nog maar deze drie vingers. Maar ja, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik heb er helaas al wel een vlekje op gemaakt, zie ik. Maar nee, echt heel leuk. En hij heeft trouwens drie knopen om mee dicht te maken. En dit is wat ik bedoelde met best een grote V-hals. Dus als het echt koud wordt, moet je wel echt een dikke sjaal om. Omdat dit anders gewoon echt helemaal koud wordt. Maar deze. Dan deze trui van Naked. En ook deze heb ik van de week al gedragen. Dat vind ik echt een heel erg lekker en dik stofje. Het is een beige cropped trui. Want hij komt ongeveer net iets onder mijn navel. Met een V-hals en witte strepen. En ik vind het gewoon heel erg leuk met zo'n high-waisted straight leg jeans. Die wel bekende van de Zara. Die heb ik dus ook. En daar vind ik deze echt heel erg leuk mee om te combineren. Deze heb ik in een maatje XS. En zoals ik zei, vind ik deze heel erg leuk te combineren op dus een spijkerbroek. Omdat het dus van die lichte kleurtjes zijn, vind ik een lichte spijkerbroek er ook wel leuk onder. En dan met die Naked jas eroverheen. Ik weet niet, ik vond het wel een heel erg leuk outfitje. En deze is €35. Deze trui vind ik gewoon echt heel erg mooi staan ofzo. Ik weet niet, ik vind die V-hals gewoon mooi. En dat je dan net die ketting nog ziet. Armen zijn precies goed. Ook op deze broek vind ik hem weer heel erg leuk staan. Ook omdat hij gewoon weer even lang is als de broek, zeg maar. Hij sluit echt heel erg mooi op elkaar aan. En ik vind die kleuren gewoon heel mooi samen. Dat wit met dat beige en dan dat blauwe. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. En vanaf de achterkant is hij gewoon normaal. Hij heeft alleen een V-hals aan de voorkant. Deze vind ik echt heel erg leuk. Dan iets ook weer van Naked waar ik echt al heel erg lang naar op zoek ben. Iedereen heeft de perfecte blazer in zijn kast hangen, behalve ik. Ik weet niet, ik kan gewoon nooit een mooie blazer vinden. En ik vind zelf een leren blazer heel erg mooi. En nu heb ik hem dus gevonden bij Naked. Hij heeft wel schoudervullingen, wat ik vaak wel minder mooi vind. Maar op zich kan je dat er natuurlijk ook open knippen en eruit halen. Dus dat, ja, dat vind ik niet zo heel erg. Maar dit is dus de blazer. En het is dus een oversized leather
look blazer. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Een beetje dat oversized, niet dat hele getailleerde. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat hij van leer is. Ik heb deze in een maatje 34, omdat ik hem ook weer niet te oversized wilde hebben. Hij is nu zeg maar echt perfect oversized. En ja, ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Wat je natuurlijk best wel vaak hebt met nepleer is dat het stinkt naar vis of zo, of naar de vismarkt. Het stinkt gewoon best wel vaak. Ik denk als je wel eens iets van nepleer hebt gehad, dat je dat echt wel weet hoe die geur, wat die geur is, zeg maar. Maar deze stinkt dus niet en ruikt dus gewoon normaal. Dat vind ik echt een pluspunt. En deze blazer is €80. Dit is de blazer. Dus gewoon echt de perfecte oversized leren niet stinkende blazer. Ja, ik weet, ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Ik moet er wel een beetje wennen bij mezelf aan. Ik weet ook niet of ik het heel leuk bij mezelf vind staan, maar ik vind het steltje wel echt heel erg leuk. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik nu eindelijk een goede, leuke blazer heb. De armen zijn gelukkig ook niet veel te lang, maar hij is wel gewoon lekker oversized. Ook leuk misschien met een hoodie eronder of zo. Ik weet niet, ik vind hem in ieder geval wel echt heel erg leuk. En ik ben hier heel erg blij mee. Laat even weten of je dit leuk vindt staan bij mij. Of dat je denkt van, ik snap wat je bedoelt. Dat je blazers niet heel leuk bij jezelf vindt staan. Ik weet niet. En dan als laatste van Naked heb ik een broek uitgekozen. Ik was echt het meest excited over deze broek. Maar hij valt eigenlijk het meest tegen, vind ik een beetje. Ik vind de stof en het printje en alles echt heel erg mooi. Het is namelijk een leren broek met een soort van slangenprint erin. Echt zo'n hele mooie bruine herfstkleur. Alleen, ik weet, hij staat gewoon niet heel mooi of zo. Ik ben natuurlijk maar 1,60, niet zo groot. En deze broek is wel gewoon voor wat langere meiden. Dus het, aan de onderkant is het gewoon heel veel. Er zit gewoon heel veel stof, omdat ik gewoon te klein ben. Maar ja, ik weet, ik had me hier echt heel erg op verheugd. Maar hij valt er wel een beetje tegen. En ook, ik had hem aangetrokken. En er zat al gelijk een dingetje los. Dus dat is ook een beetje jammer. Verder vind ik het wel echt een hele mooie broek. Ik heb hem in een maatje 34. Hij past ook echt perfect. Alleen, ja, ik had er gewoon net eventjes iets meer van verwacht. Maar ik vind het wel een hele leuke broek met bijvoorbeeld een oversized, beetje wollige zwarte trui erop of zo. En dan die laarsjes eronder. Dan zie je ook niet dat dit kapot is. En deze broek was €57. Dan is dit de broek van Naked. En ik denk dat jullie nu wel een beetje begrijpen wat ik bedoel. Dat het gewoon heel veel stof is. En dat mijn benen denk ik gewoon iets te klein hiervoor zijn. Verder vind ik het wel echt een hele mooie kleur, mooie print. Alleen ja, ik vind hem hierboven ook gewoon niet heel mooi zitten. Hij kreukelt heel erg. En ja, wat ik zei, dit dingetje is natuurlijk ook al kapot. Dus de kwaliteit is nou niet heel super. Verder wel een leuke broek. Alleen kwalitatief is hij gewoon, ja, een stukje minder. Dan was dat alles van Naked. En dan gaan we door met de Zara. Want daar heb ik ook twee dingetjes gekocht. Om te beginnen heb ik een leren beige broek gekocht. Ik zag dit op een Instagram foto bij een vrouw voorbij komen. En ze had het zo leuk gesteld. En toen dacht ik, ik wil die ook hebben. En ik weet, ik vind beige de laatste tijd gewoon echt een hele mooie kleur. Het is echt een beetje mijn favoriete kleur aan het worden. Of zo. Ik ben steeds minder van het zwarte en steeds meer van de lichte kleurtjes. Ze hadden deze ook in het zwart, maar ik vond dus de beige mooier. Ze hebben trouwens ook nog in het rood. Maar het is dus een beetje een baggy leren broek. Het lijkt een beetje op een joggingsbroek eigenlijk, maar is dus van leer. Wat ik echt een heel erg leuk effect vind geven. Aan de onderkant is die wat strakker bij je voeten. En aan de bovenkant rekt die echt heel erg mee. Ik heb de broek in maatje XS. Ik had ook een S besteld. Want ik dacht, misschien valt die dan echt extreem oversized. Heel leuk. Maar die S was wel echt te groot. Deze is wel genoeg oversized, zeg maar. En deze heb ik dus bij de Zara vandaan. En was €30. Dan deze leren broek van de Zara. En hier ben ik echt verliefd op. Ik vind deze zo leuk. Ik weet niet, het is gewoon een soort van joggingsbroek. Maar dan weer van leer. En het oogt gewoon heel comfy, maar ook weer heel erg leuk of zo. Ik weet niet. Ik vind het gewoon echt een leuke broek. En ze hebben hem dus ook in het zwart en in het rood. Maar ik vind deze beige kleur toch wel echt het mooiste. Dus dat is deze. Dan iets van de Zara waar ik helaas niet iedereen blij mee kan maken. Maar de mensen met kleine voeten, die kan ik hier wel heel erg blij mee maken. Want ik heb namelijk hele leuke schoenen gevonden bij de Zara kinderen. De Zara kinderschoenen gaan tot maat 38 en ik heb dus maat 36. Echt super voordelig, want ik heb nu hele leuke laarsjes voor maar €35. Ik had deze laarsjes ook bij de Mango gezien. Daar waren ze €80, maar uitverkocht en uitverkocht. En in de winkels waren ze niet te krijgen. En ik dacht, ja, ik moet die schoenen gewoon hebben. En toen een vriendinnetje van mij, die is zwanger. Dus ik was op, ja, de Zara kindersite aan het kijken om een cadeautje voor haar te kopen. En toen kwam ik dus deze schoenen tegen. En toen dacht ik, ik moet die echt gewoon hebben. €35 komt echt niet laten liggen. En dat zijn namelijk deze schoenen. Ik denk dat de meningen hier heel erg verdeeld over zullen zijn. Maar het is een beetje ook dat Chelsea Boots idee, net als die zwarte. Alleen dan in een beige kleur. En ik vind ze echt heel erg leuk. Maar omdat het dus kinderschoenen zijn,
heb je hier dus wel een rit zitten. Maar op zich vind ik dat persoonlijk niet heel storend. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ik vind ze ook heel erg leuk onder bijvoorbeeld dan weer zo'n wijde broek. Een beetje zo'n lichtblauwe kleur. Vind ik ze echt heel erg mooi. En ze waren dus maar 35 euro. Of nou ja, 35,95, 36 euro. En ze gaan dus tot en met maat 38. En ze zitten ook echt heel erg lekker. Ik heb ze nog niet buiten aangehad, maar ik heb ze wel hier binnen eventjes aangehad. En ze zaten echt heel erg lekker. Dus dat zijn deze. Mijn tip voor jullie. Kijk, bij de Zara Kinder. Want ze zijn er gewoon en de helft van de prijs. En ook heel leuk. Ja, ik weet niet. Ik vind ze echt heel erg leuk. Dan had ik ook nog iets besteld bij de Stradivarius. Ik heb het nog niet opengemaakt, want ik dacht, waar voor de video. Maar ik weet al hoe dit is en hoe dit eruit ziet en zo. Want ik heb er al eentje. Het is namelijk een joggingbroek. Ik heb deze joggingbroek al, maar hij werd gewoon een beetje lelijk. Omdat ik hem gewoon heel veel had gedragen. En het is echt een van mijn lievelingsjoggingbroeken. Dus ik dacht, ik bestel er nog eentje als soort van reserve. Ze zijn maar 13 euro. Deze joggingbroek dus. Van de Stradivarius. Hij is dus zoals ik zei maar 13 euro. En ik heb hem in een maatje XS. Ik vind het gewoon mooier als sommige joggingbroeken gewoon net eventjes ietsjes korter zijn. Of ietsjes minder los zitten. En bij deze vind ik het gewoon mooier als hij dus wat strakker zit. Dus heb ik in een maatje 34 van de Stradivarius dus. En ze hebben echt best wel veel kleurtjes. Ze hebben paars, blauw, grijs, zwart, beige. Ik weet niet of ze nog meer kleuren hebben, maar ik vond die beige wel heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan de joggingbroek van de Stradivarius. Ik had deze al, dus ik wist al dat hij goed zou zitten. Voor mijn gevoel is het stofje wel wat dunner of zo. En het kleurtje is ook wat meer geel in plaats van echt beige. Nou, op camera zie je dat niet zo heel goed. Maar omdat ik natuurlijk die andere heb, kan je heel makkelijk vergelijken. Maar ik vind het gewoon een hele chille joggingbroek. Dan gaan we verder met de items van Lovies. Ik heb bij hun ook weer wat leuke dingetjes mogen uitzoeken. Dus dat gaan we er nu snel bij pakken. Ik heb het nog niet uitgepakt. Dus voor mij is het ook een beetje een eerste indruk. Als eerst deze beige trui. En ik zag al op de site dat hij waarschijnlijk echt mega zacht zou zijn. En dat is hij zeker. Ik heb deze in een maat XS. En is 50 euro. Maar kijk even hoe lekker dit stofje eruit ziet. Zo lekker zacht. En echt zo'n heel mooi beige kleurtje. Hij is niet te geel, hij is niet te bruin. Het is echt een heel erg mooi kleurtje. Volgens mij is het een beetje hetzelfde model trui als de welbekende alle andere kleuren trui. Zeg maar. Ze hebben natuurlijk van die basic trui in het wit, blauw, geel, groen, roze, alles. Volgens mij is dit ook zo'n trui, alleen dan gewoon een ander stofje. Echt heel erg leuk. Hij heeft ook van die grote ballonmouwen. Vind ik ook weer heel erg leuk op een lichte spijkerbroek. En dan bijvoorbeeld met deze schoenen eronder. Dus dat is deze in een maatje XS dus. Dan de beige. En hij is inderdaad een beetje hetzelfde model als die andere. Alleen deze is iets minder groot of zo. Ik vind het leuk om hem dan een beetje zo erin te stoppen. Ja, ik vind het echt een heel erg mooi kleurtje ook. Mooi weer dat beige. En ja, ik weet niet, hij staat ook gewoon mooi vind ik. Het is wel een kleurtje wat je in de winter echt heel erg flats kan maken. Dus pas er wel mee op. Nee, ja, ik vind hem echt heel erg leuk. En dat stofje ook. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt op beeld. Maar hij is zo mega zacht. Dan een trui die ik wel al had opengemaakt en gedragen. En dat is namelijk deze crème kleurige. Het is wel een beetje een crop trui. Vind ik wel echt heel erg leuk. En aan de voorkant heeft hij dus een ritje. Die je dus helemaal omhoog kan ritsen. Dus helemaal dicht. Of je kan hem ook weer wat meer openzetten. Ik had hem laatst een beetje ertussenin gedaan. Vond ik wel heel erg leuk. En er zit ook een beetje een soort van kabelpatroontje in de stof. Ik weet niet of je dat kunt zien op camera, want de camera die switcht af en toe van donker naar licht. Maar ja, ik vind deze echt heel erg leuk. En ook weer kom ik weer met die wijde Zara broek. Ik weet niet, ik vind die broek gewoon zo mooi met alles. Ook weer met deze vind ik dat echt heel erg leuk staan. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maatje XS en kost ook 50 euro. Dit is de sweater van Lovies. En ik vind deze echt heel erg leuk op deze broek waar ik het dus over had. Op die broek van de Zara. Maar het gaat nu even om de sweater. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. En hij is ook precies even lang, zeg maar, in combinatie met die broek. Het matcht gewoon echt heel erg lekker. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind het kleurtje ook mooi. Hij zit ook lekker. Je kan de rits dus helemaal dicht doen. Ik weet niet, ik vind het bij mezelf niet heel erg leuk staan. Ik vind altijd dat ik zo'n best wel dik hoofd of zo ervan krijg. Hoewel, het valt nu op zich wel mee. Maar ik weet niet, ik vind hem denk ik leuker als hij zo helemaal open staat. Ja, deze vind ik echt heel erg leuk. Ook mooi in combinatie met goud. Ook al is dit zilver. Ik vind dat je goud en zilver gewoon altijd lekker door elkaar kan dragen als je dat wilt. Echt heel erg leuk deze. Dan een beetje een soort van gelijke broek als die van Naked Net. Maar dan in het zwart. Oh, er zit geen kaartje aan. Maar volgens mij was die ook iets rond de 50 of 60 euro. Ook weer in een maatje XS. En dit is hem. Het is een lakleren broek. Met een slangenpatroontje erin. Vind ik echt heel erg leuk. En aan de zijkant heeft hij dus een split aan de binnenkant van je voet. Zeg maar niet aan de buitenkant. Wat ik ook echt een heel erg leuk
detail vindt geven. Ik weet niet, deze voelt gewoon net even kwalitatief iets beter aan dan die van Naked. Hij is gewoon wat sterker. Hij voelt gewoon net even iets beter. Deze stinkt gelukkig ook niet naar vis. En dat is dus deze. En deze heb ik dus in een maatje XS. Hij ziet er wel echt heel lang uit. Dus ik hoop dat hij niet te lang gaat zijn voor mijn kleine benen. Maar dan moet ik er gewoon lange schoenen onder doen. En hopen dat hij wel past. Oké, dit is heel jammer. Hij is echt veel te lang. Het is gewoon tot en met die split eigenlijk wat gewoon voor mij te lang is. En ja, ik vind het wel echt een hele mooie broek. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij zit ook echt perfect. De maat is echt perfect. Die is XS. Alleen hij is gewoon echt veel te lang. Dus ik hoop dat als ik er een paar sneakers onder heb of mijn Isabel Marant, dat die dan goed is. Dan heb ik van Lovi een heel erg leuk setje. En daar ga ik mee beginnen met de broek. Ik heb namelijk deze joggingsbroek uitgekozen. Het is een beetje een grijs verwassen stofje. Ik vind hem echt heel erg leuk eruit zien. Ik heb hem in een maatje XS weer. En deze was 30 euro. En het is gewoon ja, een hele simpele joggingsbroek. Maar wat ik zo leuk vond, is dat ze dus een trui erbij hebben die erop passen. Ze hebben nu weer meerdere sweaters en truien. Een beetje in dat grijs verwassen kleurtje. Dus ik denk dat je er heel veel op kan matchen. Maar ik vond deze wel leuk. Deze stond ook als voorbeeldje op de site. En dan staat erop eigenlijk, ik heb geen idee wat erop staat. Elegant Creator of zoiets. Geen idee. In ieder geval, dit is de sweater. En ik vond dit echt heel erg leuk voor als setje te dragen met een paar stoere sneakers eronder. En dan juist weer bijvoorbeeld die jas van Naked eroverheen. Lijkt mij wel heel erg leuk. Dus dat is deze. En deze heb ik ook in een XS en is 40 euro. Dit setje vind ik echt heel erg leuk. Ik heb de broek natuurlijk in een XS genomen. Ik had op zich ook wel een S kunnen nemen. Dan was die misschien net eventjes iets meer oversized geweest. Dat had ik misschien wel wat leuker gevonden. Maar hij past wel gewoon. Dus dat is verder prima. De trui vind ik ook echt heel erg leuk. Kijk, dan is die gewoon zo. Echt heel erg leuk. Met een paar witte sneakers eronder of zo. En dan een leuke jas. En dan alweer als laatste een kleur die jullie al heel lang niet bij mij hebben gezien. Dat is namelijk deze felroze trui. Ik had hem al bij best wel een paar meiden op Instagram voorbij zien komen. En toen dacht ik, oh, ik vind hem eigenlijk echt heel erg leuk. Toen kreeg ik dus weer een berichtje of ik wel dingetjes wilde uitzoeken. En deze hadden ze nog in mijn maat. Dus ik dacht, ja, ik wil hem gewoon heel graag hebben. Ik vind deze echt heel erg leuk. Met een paar gouden sieraden bijvoorbeeld. Echt een knalroze kleurtje. Ik heb deze in een maatje XS en is 50 euro. Hij is echt heel erg lekker zacht en echt heel erg dik. Ook deze heeft een beetje weer zo'n koude patroontje erin zitten. Ja, ik vind deze echt heel erg mooi. Hij voelt echt heel erg dik aan. Echt lekker warm voor de winter. Dat is deze. En ik denk dat het kleurtje op zich nu ook wel leuk staat nog. Als je echt te bleek bent, moet je zo'n kleurtje vaak niet meer dragen. Dan is dat niet meer echt mooi. Maar met een paar mooie gouden sieraden erom is dit denk ik wel heel erg leuk. Ik vind deze echt geweldig. Dit is de eerste keer dat ik hem aan heb. En ik dacht eerst nog van, misschien wordt hij wel iets te felroze. Misschien is wel echt een beetje te Barbie. Maar ik vind hem zo leuk. Ook weer, ja, ik blijf het maar zeggen, maar weer met deze broek. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt een hele mooie kleur. Misschien moet ik ook nog maar gewoon een skinny kopen in deze kleur. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ook, ik weet, het is gewoon echt een heel erg leuk kleurtje roze. Hij is wel fel, maar ook weer niet te fel. En als je mooie gouden kettingjes erbij hebt, kijk, vind ik ook alweer heel erg leuk. Er zijn gewoon nog wat meer kettingjes erbij. Ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Hij zit ook lekker. Hij is lekker dik. Hij schijnt ook niet door of zo. Soms heb je natuurlijk dat als het een beetje gehaakt is, dat je het er een beetje doorheen ziet schijnen. Maar dat is ook helemaal niet het geval. De mouw moet ik trouwens wel dubbel omslaan, omdat ze anders echt te lang voor mij zijn. Maar nee, ik vind het echt een hele leuke trui dit. Dan gaan we door naar de Bershka. Ik heb afgelopen vrijdag een hele leuke trui gekocht bij de Bershka. En echt mijn DM stroomde vol van iedereen die wilde weten waar die trui van was. Maar hij is dus van de Bershka. En hij was maar 18 euro. Echt zo goedkoop, maar zo leuk. Ik heb hem in een maatje M genomen. Omdat de S was er niet meer. Maar ik wilde hem zo graag hebben. Dus ik heb een M. Hij is wel echt heel erg oversized. Maar vind ik wel echt heel erg leuk. Het is een grijze trui met een rode opdruk erop. Ze hadden hem ook nog met een groene opdruk erop. Maar ik vond die rode gewoon wat leuker. Dus dat is deze. En die was dus maar 18 euro. Echt een koopje voor een trui. En deze, ik weet niet, ik hou de laatste tijd gewoon heel erg van oversized. Gewoon een beetje dat lookje en zo vind ik gewoon heel erg leuk. En ja, deze vond ik ook heel erg leuk erbij passen. Dus dat is die. Zoals ik natuurlijk al zei, is deze trui echt heel erg oversized. Want ik heb hem dus in een M. Maar vind ik dat de laatste tijd wel echt heel erg leuk. Bij deze vind ik dat ook heel leuk. Maar wat je dus ook kan doen, want zo op deze broek vind ik het niet heel leuk als die oversized is. Wat ik dan altijd doe, is ik maak dit onder mijn BH-bandje vast. En dat vind ik bijvoorbeeld bij deze trui op deze broek dan leuker. Om hem zo een beetje cropped opgeknoopt te dragen. Dus hij zit hieronder dan gewoon vast. Die mouwen zijn ook lekker lang. Het is gewoon echt zo'n lekkere zondagtrui. En ja, ik vind hem gewoon ook heel erg leuk. Dus dat is deze. En als laatste. En hetgene waar ik een kortingscode voor heb. Waar jullie allemaal op hebben zitten wachten, denk ik.
Dat is namelijk mijn nieuwe Nuno bag. Ik ben zo, zo blij met deze tas. Ongeveer 2 maanden geleden, zoiets eind september, had ik al een samenwerking met Nuno bags en mocht ik ook een tas weggeven. Helaas heb ik deze keer geen winactie, maar dus wel een kortingscode voor jullie. Met de code FLEUR20 krijg je dus 20% korting op je aankoop bij Nuno. Wil je nou nog een leuk kerstcadeautje? Wil je nog een leuk Sinterklaas cadeautje? Zou ik zeker die kortingscode gebruiken van 20%. Is gewoon best wel veel op zo'n wat duurdere tas. De code is geldig tot 3 november. Dus tot en met 3 november kan je 20% korting krijgen. Dus hou er rekening mee. Dit is de tas die ik heb uitgekozen. Het is een groot model. Ik zal even dit hengsel eraf halen. Dan kan je het wat beter zien. Dit is het model dat ik heb uitgekozen. Het is de Ellie Croco in de kleur beige. En dit is dus van de nieuwe collectie van de nieuwe herfst. Wintercollectie en ik vind het echt een hele mooie kleur. Echt heel erg leuk. Het past echt letterlijk bij alles. Bij grijs, bij wit, bij kleurtjes. Het past gewoon echt bij alles. Ik vind hem echt heel erg leuk. En dit is dus het grote formaat. Je hebt hem ook nog in een klein formaatje. Maar ik vond het grote formaat wel leuk omdat er gewoon net eventjes iets meer in past. Dit is het hengsel wat eraan zit. Die kan je er niet afhalen. Maar je krijgt er ook nog een lang hengsel bij. En die kan je er dus wel aanmaken en van afhalen. En ja, ik zal even laten zien aan de binnenkant hoeveel erin was. Er was echt heel erg veel in. Ik kan mijn camera erin doen, mijn telefoon, mijn pasjes. Gewoon letterlijk alles wat ik nodig heb op een dag past hierin. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. En ik ben er echt heel, heel, heel erg blij mee. En ik zal natuurlijk ook van deze tas een linkje in de beschrijving zetten. Zoals van alle andere items. En de kortingscode zal ik ook nog eventjes in de beschrijving vermelden. Ja, 20% korting op Nuno is gewoon best wel veel. En heel erg leuk. En ik zat zelf ook te denken van, ah, moet ik gewoon met mijn eigen kortingscode ook nog een tas kopen. Want ze hebben zoveel leuke dat ik echt dacht van, zou ik dat gewoon voor kerst vragen? Nog een Nuno bag. En dan koop ik hem nu alvast met mijn eigen kortingscode. Maar ik heb er al 5. Dus misschien moet ik eventjes dimmen. Maar ja, nee, ik ben hier echt heel erg blij mee. Dus dat is deze. Ik dacht, ik zou ook nog eventjes de tas laten zien hoe die staat. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Ik vind het kleurtje mooi. Ik vind de tas leuk. Ik hou gewoon echt heel erg van Nuno bags. Dit waren dan alle herfstitems die ik geshopt heb, gekregen heb. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Volgende week vrijdag zit er ook weer een video gepland. Dus ben je daar nou benieuwd naar? Vrijdag 4 uur komt er vanaf nu iedere week een extra video online. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot snel weer!